Leek hier de Titi in Assen wel. Nu is het rustig in Schorl, maar dat was dit weekend wel anders. Ondanks de oproep aan recreanten om thuis te blijven, was het in het Duindorp een drukte van je welste. Er was afgelopen zondag enorm veel overlast van bezoekers op motoren en bromfietsen. Die zich absoluut niet aan de richtlijnen hielden. In groepen verschenen. Groepen van 4, 5, 6, nog meer personen. Hier gezellig even een ijsje gingen halen of eventjes in het winkelgebied bij elkaar stil gingen staan. De overlast van motorrijders is niet nieuw in Schorl, maar nu met de coronadreiging is de verontwaardiging en angst bij bewoners wel heel groot. De Facebookgroep Schorl Community draait over uren. Mensen voelen zich gewoon niet veilig. Die doen er alles aan om niet besmet te raken, om voorzichtig met hun omgeving om te gaan. Ja, en dan is het gewoon echt heel onwenselijk dat dagjes mensen op deze manier ons gebied komen bezoeken. Het was toch eigenlijk ook wel duidelijk dat dat niet kon. In grote groepen op pad gaan, met zoveel lawaai ook van motoren. Dat moet het komend weekend echt anders. En ik hoop ook dat mensen dat nu ook zelf gaan inzien. De vraag aan de gemeente en de veiligheidsregio is om per direct iets te doen tegen deze vorm van recreatie. Iedereen kan nu weten dat je niet mag samenkomen met meer dan 2 personen. Niet op motoren in groepen mountainbikers. Niet afstappend bij elkaar gaan staan, ijsjes etend. Als het nodig is gaan we handhaven en als het nodig is sluiten we ook wegen af. Ja, tuurlijk iedereen weer welkom na corona. Maar ook wij hier in Schorl willen graag corona onder controle krijgen. En we willen heel erg graag dat mensen daar rekening mee houden en zich ook aan die richtlijnen houden.